Yo boys, Kampersk hier en welkom bij een nieuwe FIFA 20 video. Vandaag zijn er weer een paar SBC'tjes uitgekomen. Zoals je op het scherm kan zien, 3 SBC'tjes. Een UCL 81 plus double upgrade. Een Marcus matchups en een Marcus moments. Ik heb ze al ingevuld en ik hoop dat ik geen spelers dubbel heb gebruikt. Anders ga ik een beetje moeten knippen en plakken in de video. Maar we zullen eens zien, we zullen meteen alles inleveren. Met squad. Pakketje 1. Met squad. Bayern versus Dortmund. Ik ben eens benieuwd naar die wedstrijd deze weekend. Ik hoop dat Dortmund kan winnen. Liverpool City, ook een dikke match, man. Hoop ik dat daar iemand kan schitteren. Een Salah over een team van de week. Marcus matchups completed. En daar krijgen we ook nog een rare Electrum player pack voor. En EA is kapot. Dus kijken naar de Marquee Moments. Die heb ik normaal gezien ook al ingevuld. Hopelijk geen spelers gebruikt. Nee, oké. Inlever die handel. Marquee Moments completed. Voor een 2 rare gold player pack. En dan hebben we deze nog. De UCL upgrade. En daar heb ik ook niemand niet van. En die gaan we ook doen. In principe is dit wel slechte value. Want je krijgt eigenlijk een max, al ja, minstens wel een 81 terug. Maar je moet wel een heel 83 ploeg inleveren. Maar ja, je moet marsgeluk hebben, hè. Waarom is die niet... Kan ik die nog eens doen? Is die repeatable? Oké, jongens, deze is repeatable. Oké. Dus dat is die ook nog van gisteren, denk ik. Dus ik heb die nog eens een keer gedaan. Maakt niet uit. Naar de store. En we gaan ons pakketjes open doen. Deze zijn met zilveren. Small rare player. Oké, doe deze maar eerst. Come on, EA. Eén dikke kaart vanuit al die SBC's zou wel nice zijn. Come on. Een UCL kaart. Bordjes. Oké, not it. Ik had liever iemand anders gezien van die ploeg. Prima. Hoppa, naar de club. Oké, premium mixed player pack. Let's go. Come on, EA. Je wilt toch op zijn minst één walkout zien, hè? Kan niet in dit pakket zijn. Rollo. Volgens mij heb ik die al, of heb ik die al zijn geleverd voor een SBC, kan ook. Ik zal hem al wel eens ingeleverd hebben. Oké, naar de transferlijst. Weer een hele hoop spelers erbij. De SBC's. Hier zit er ook nog zilveren spelers bij in. Come on, EA. Een walkout. Een walkout, Champions League walkout. Holland. Dan te midden. Oh, dinges, Wijnaldum. Lekker jongens, Wijnaldum. Eens even kijken wat dat die waard is. Wijnaldum Champions League kaart is 9,1k. Ja, 9k. Altijd, ik had hem meer verwacht eigenlijk.
Denk wel dat ik hem daarvoor ga verkopen, hoor. Ik ga die verkopen. 9k. Dan gaan we naar de transferlijst. Hoppakee. Nog iets met zilveren. Permix player pack. Oké, okay, come on, EA. Nog een walkoutje. Nu zijn we vertrokken, hè. Een gewone Champions League kaart. Goalkeeper. Ajax. Ah. Nana. Oh, Nana. Oh, na. Oké, deze had ik al. Is iets waard? Geen idee. Denk het niet. Maar we zullen wel zien. Oh, na naar de club. Oké. Premium Gold Player Pack. Een True Rare Player Pack. Doe die maar eerst. Kom aan. Jij, walkout. Of ook niet. Maakt niet uit. Ik zou graag echt eens een Messi of zo packen of een Icon. Dat zou echt wel lekker zijn. Dat zou echt wel zotjes zijn. Oké, 3 rare players. Go on, EA. Oké, is een in vorm, denk ik. Nee, in vorm, oké. Pickford. Oké, jullie naar de transferlijst. Bam. En de Champions League pakket. Kom aan, hè, jongens. Daar moeten we weer iets netjes kunnen uitkrijgen. Kom aan, EA. Een walkout. Champions League walkout. Sancho. Nice. Was hij waard? Champions League Sancho. 5k. Twijfel er ook aan voor die weg te doen. Een Emre Can. Jongens, laat me in de reacties onderaan weten. Zou ik Wijnaldum verkopen of niet? En laat me ook zeker weten wat jullie eigenlijk allemaal hebben gehad uit deze pakketten. Dat was voor de video van vandaag, jongens. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Ciao, ciao.